Wij zijn hier vandaag bij elkaar met een aantal mensen vanuit Dichterbij, maar ook een groot aantal mensen vanuit collega-instellingen om met elkaar te bezien aan de hand van het mooie concept wat er ligt over de kwaliteitsrapportage, wat ons in het nieuwe jaar te doen staat. Ik verwacht van vandaag dat we een kijkje in de keuken mogen nemen van Dichterbij. Ik kijk er echt naar uit om hier binnen te zijn en mee te denken en onze feedback te geven. Ik denk dat we hier allemaal staan voor hoe kunnen we de kwaliteit voor de cliënten en de medewerkers van Dichterbij mee helpen verbeteren. Ik verwacht inderdaad een open dialoog, hier en daar kritisch, maar wel constructief, om uiteindelijk te zorgen dat Dichterbij steeds verdere stappen zet op het gebied van kwaliteit. Ik hoop gewoon op een hartstikke goed en leuk gesprek, waarin ook waardering kan blijken voor datgene alles wat al gedaan wordt, maar waar je toch probeert op een positief kritische manier hulp te bieden en daarbij de kwaliteitsverhoging te kunnen aanbrengen. Wat ik heel erg mooi vind, is dat je mensen buiten Dichterbij kan laten zien hoe je werkt. En dat ik gewoon echt vol passie kan vertellen over de mooie dingen die wij met z'n allen doen om te zorgen dat de cliënten op ze gelukkig zijn. Ik hoop dat ik echt een reëel beeld mee heb mogen geven van hoe wij in de zorg werken. Hoe de cliënten wonen, hoe de cliënten leven. Het was een hele intensieve dag, een leerzame dag. We hebben denk ik best wel hard gewerkt. We hebben goede discussies gevoerd. En ben er misschien nog wel met meer energie uitgekomen dan dat ik gestart ben. Dus als me dan één ding bijblijft, dan is het de openheid en de bereidheid tot verandering van Dichterbij. Vandaag was een enorm leuke, leerzame dag. Met heel veel enthousiaste mensen gesproken. Het mooiste is natuurlijk dat je op de locatie bent en dat je echt ziet hoe de cliënten van jullie de zorg krijgen en hoe de mensen daarover vertellen. Dan is het toch dat je nadenkt van hoe kunnen wij met de steeds lastiger wordende manier van werken, doordat er steeds minder mensen beschikbaar zijn, dat je toch dat oog voor de cliënten kunt houden en zorgen dat je de taal van de mensen heel goed beheerst en spreekt. Het was een dag met vol betrokkenheid van iedereen. Er is heel veel gesproken over het leervermogen van de teams bij Dichterbij. En er is altijd nog te leren. Wat daar voorwaardelijk voor is, is openheid en een basis van vertrouwen. En die heb ik vandaag ervaren.